De ontwikkeling van het Boven-Suriname-gebied staat hoog op de agenda van districtscommissaris Yvonne Pinas. Samen met het Kennis- en Expertisecentrum Suriname, KES, heeft zij het initiatief genomen om te werken aan de capaciteitsversterking van de bestuursdiensten van de districtsresorten boven Saramaca en boven Suriname. 32 bestuursambtenaren hebben in dit kader meegedaan aan een driedaags trainingsweekend te Atjoni. Robbie Rijssel, een van de managers van KES, was de trainer en facilitator. DC Pinas, die waarneemt in boven Suriname, zei bij de opening van het trainingsweekend dat dit een aanzet is om te komen tot de verdere ontwikkeling van de gebieden. Ook legde zij de nadruk op de rol van de bestuursdiensten. Dag 2 begon met een wandeling door Pokigrong en Atjoni, waarbij gekeken is naar de woon- en leefomstandigheden van de mensen, de economische bedrijvigheid, faciliteiten, accommodatie en de natuurlijke omgeving. De knelpunten en positieve zaken zijn op deze wijze geïnventariseerd. De dag is afgesloten met het thema effectief communiceren en rapporteren. Bijzondere aandacht is er geweest voor de samenwerking en persoonlijk leiderschap. De bestuursambtenaren zijn vol lof over het initiatief. Het trainingsweekend is afgesloten met presentaties van de resorten, waarna de participanten een certificaat in ontvangst mochten nemen.